Soldaten, ik heb heel veel zin om deze video op te nemen, maar ik moet als disclaimer geven dat stel ik kom een beetje moe over, dan kan dat, want ik ben heel druk bezig geweest met allereerst het kanaal dus een beetje aanpassen. Mocht je de vorige video gemist hebben, check hem zeker even, want daarin leg ik uit hoe Wally Gaming in principe klaar is en het kanaal nu dus Wally Army gaat heten en logo en banner moeten nu nog aangepast worden. Misschien als je de video bekijkt, deze, is dat al wel gebeurd of niet, ik weet het niet, maar we zijn druk bezig. Ik heb een Discord server aangemaakt, 300 deelnemers erin, super gezellig. We hebben een hele voetbalvoorspelling competitie opgezet. Als jij dus verstand van voetbal hebt, kun je daarmee iets winnen. Geen grote prijzen, wel leuke prijzen denk ik, dus join de Discord, link in de beschrijving en spreek ik je hopelijk daar. Wat betreft deze video, ik heb nu op de vrijdagavond nog steeds 0 potjes Weekend League gespeeld. Is dat slim? Nee, want ja, in principe is het gewoon 10-10-10. Als je het zo pakt, hè, 10 vrijdag, 10 zaterdag, 10 zondag, dan heb je het goed verdeeld en dan haal je het makkelijk en dan kom je zo min mogelijk in de stress terecht. Maar ik wilde graag wachten tot aan dus vandaag Black Friday, omdat er nieuwe content is en ik wilde graag even alles in één video stoppen. Dus we gaan beginnen met mijn player picks dadelijk. Hopen dat we even Ronaldo krijgen, zou leuk zijn. En vanuit daar gaan we verder met content bespreken en ik ga de video afsluiten met een beetje een vraag aan jou van wat moet ik in hemelsnaam met mijn team gaan doen? Maar dat komt zo meteen. Voor nu zou ik zeggen, like de video. Oh trouwens, en volg ook even mijn nieuwe Instagram pagina van de Wally Army, link in de beschrijving. Team of the Week nummer 9. Deze spelers laat ik even zien omdat ze allemaal dadelijk in mijn player picks kunnen zitten. In principe hebben we nu ook nog een ander Team of the Week en dat is deze hier. Helaas niet in de player picks, dat zou wel heel erg fijn zijn geweest, maar deze spelers zitten allemaal gewoon in packs. Dus in principe in mijn andere Weekend League rewards, hè, dus niet de player picks maar de packs, zou ik een van deze jongens kunnen krijgen, maar we kennen EA en we kennen zeg maar de kansen die bestaan binnen packs. Trouwens, nog meer content. Ja, want nu ik toch hier zit. We hebben ook, rustig aan, Record Breakers. Ik weet niet wie dit in één keer bedacht heeft bij EA. Ik snap niet helemaal de linken met Black Friday of wat dan ook. We hebben Mbappé, David Silva, Sancho, Falcao en Oscar. Ik moet zeggen dat ik zelf eigenlijk alleen maar Mbappé en misschien Sancho toch wel goed vind. David Silva is niet slecht per se, maar 2-star weak foot en lage sprint speed, weet je wel. Zo'n Falcao kun je eigenlijk niet in je team krijgen. Oscar, redelijk, maar mist ook een beetje weak foot en de sprint speed. Dus deze hebben we nu, 5 record breakers. En als het goed is, komen er uit mijn hoofd dinsdag weer 5 record breakers uit. Zoals je ook rechts in beeld kunt zien, Flits SSU's. Heeft er ooit een keer iemand SSU gezegd? Maar behalve ik dan nu net. Het komt erop neer, Flash SBC, zijn ook weer gaande. Ik heb er een paar gedaan. Die packs die ga ik dadelijk openen. We hebben nog marquee matchups en het hele feest. Maar nu gaan we beginnen met de player picks. Ik weet niet waar ze staan. Waarschijnlijk bij Weekend League nog steeds, want ik heb nergens iets aangeraakt. Daar gaan we, weer goud 2 gehaald. Dat is heel pijnlijk voor mij, want ik was gewoon slecht begonnen vorig weekend en ik kwam er niet meer bovenop. Alhoewel ik op een gegeven moment best goed FIFA speelde. Maar de start had mij een beetje opgebroken. Oh, ik schrok jongen, maar ik heb hier nog een... dit is van zo'n Flash SBC. Ik dacht heel even van... Wow, heb ik nou drie van die Weekend League player picks, maar helaas niet. We gaan beginnen met hand voor de ogen te doen. Want hoe ik de player picks tegenwoordig doe, is gewoon de R3 methode. Oftewel, ik klik nu op mijn controller op R3 en dan gaat de hand voor mijn ogen weg. Nou ja, als het dan goed is, staat er nu een Ronaldo. Nou, Marco Mancosu. Ja, maar nog 7 spelers te gaan. Volgende speler. Niet zo goed. Ik merk gewoon altijd dat mijn hart dan gewoon even heel erg snel gaat als ik hier player picks doe. Kom op, Mateta en Perotti. Nou, dat is heel erg slecht voor de eerste player pick. Knallen gewoon heel snel door. Boom, tweede. Hand voor de ogen. En laat dit nu alsjeblieft een Cristiano Ronaldo zijn of een andere leuke speler. Ik heb inmiddels weer op R3 geklikt. De eerste speler is niemand minder dan... Deze kerel scoorde een hat-trick tegen AC Milan in de Europa League, dus die gaan we sowieso niet kiezen. Volgende speler... De Lord. Andy. Wie kan er allemaal nog achter zitten? Ik heb nog niet heel veel geluk gehad dit jaar met player picks. Dus gun mij alsjeblieft. Ogbonna. En de laatste speler. Wat hoor ik? Is het Ronaldo? Het is Ronaldo.
Jongen, jongen. Wat is dat toch dit jaar? Ik heb gewoon... Nee, ik weet niet. Maar vorig jaar had ik redelijk veel geluk met mijn player picks. Vooral richting het einde een beetje van het jaar. Nu gaan we voor de lore. En ja, 2,82's. Ik zit een beetje te twijfelen wat ik met mijn rewards moet doen met die player picks. En laat het mij weten wat jij het slimste vindt terwijl ik weer voor de untradeable packs ga. Ja, met die player picks. Want ik kan ze inleveren bij zeg maar zo'n weekend league upgrade. En dan heb je een 86 plus rode kaart die je dan krijgt. Heb ik 12 packs staan. Oké, dat wordt een feestje. Ik ga gewoon een beetje packs openen en een beetje praten. Je kunt zeg maar die FUT Champions upgrade doen. Krijg je een player pick, als het goed is, 3 spelers, alle 3 86 plus. Klinkt best ziek, maar dat valt vaak toch een beetje tegen. Die gok zouden we kunnen wagen. Of je kunt zeggen van, hou je spelers gewoon voor, zeg maar, icon SBC's. Want als ik binnenkort een keer een icon SBC ga doen, en ik heb daar, zeg maar, informs voor nodig, dan mag je dus ook je rode Weekend League kaart inleveren. Laat me weten, wat zou jij doen? Rode kaarten gebruiken voor icon SBC of toch voor zo'n upgrade? Ja, zo'n upgrade is wel leuke content. En vorig jaar heb ik uit zo'n Weekend League upgrade rode Mbappé gekregen. Dus daar neig ik wel naar, kan ik je vertellen. Goed, eerste twee packs was helemaal drama. Ik ga ze gewoon een beetje zo van links naar rechts doen. Komt vast goed en ik sla vol tegen een pen aan die op mijn bureau ligt. Geen walkout, ook geen borden. Nou, we gaan eens even door met de mega pack. Al die packs hebben zo'n Black Friday card design. En over Black Friday gesproken, nog een back in de walkout. Nog super bedankt voor de support op de market crash video die ik laatst maakte. Kan het zijn? Is dat Chiellini? Geen Bonucci toch? Ja, ook Chiellini, oké. Normaal gesproken is het dan Bonucci. Maar die video die ik maakte waarin ik een beetje uitlegde van wat er allemaal gebeurt met de markt zo rondom hè, vandaag, dus Black Friday. Die video had hele mooie weergave gepakt en dat maakte mij gewoon super trots. Dus 5k erbij. Dus dat is gewoon chill. En dankjewel daarvoor, Deli Ellie. Die kan naar de transferlijst als het spel even wil laden. We pakken Mantalos untradable uit mijn tweede megapack. Zeldzaam megapakket. Geen walkout, ook geen borden. En dat is dan een 55k pack. Ai, ai, ai. Zo, wat is dat haar van Payet? Ongelooflijk. Ik vraag me altijd een beetje af, zeg maar, van wat moet ik doen met die pack opening? We krijgen trouwens wel nog Rodrigo. Heeft hij nog een waarde? Niet echt, want nou, een paar kaarten. Ik vraag me af van, is het leuk om te kijken naar ik die packs open die heel slecht zijn, zeg maar. Want zo'n pack als deze, in principe kan ik hem eruit knippen. Want het is geen spektakel, weet je wel. Zeldzaam, Electrum, spelers, pakket en nu een walkout. Zou chill zijn. Borden. Oeh, blauwe borden. Kom op, leuke vlag, Engeland. Wat kan dat zijn? Rechtsachter. Oh, Trippier. Dat is geen Walker. De laatste pack alweer. Zeldzaam megapakket. En ik zeg de laatste pack. Het is de laatste pack voor nu. Maar we gaan dadelijk gewoon weer verder. Geen walkout. Wel borden. Ik ga nog even kijken wat voor packs ik allemaal kan halen. Wie is dit? Zule krijgen we met zijn 69 pace. Ik ben even aan het werk gegaan met marquee matchups en een flash SBC. Champions League marquee matchups. Nog een SBC volgens mij. En in totaal ben ik gewoon weer op 10 nieuwe pakketten uitgekomen. Het zou leuk zijn als we nog iets kunnen krijgen. Maar de meeste van die packs ja, zijn niet geweldig in theorie. Ik ga denk ik gewoon nog een beetje knippen. Knippen en plakken. En dan kijken we of we hier nog een mooi geheel van kunnen maken. Want de meeste packs, ik zal even één voorbeeld laten zien, zullen waarschijnlijk zoiets worden. Inderdaad, geen borden. En dat vind ik niet leuk om naar te kijken. Jij waarschijnlijk ook niet. Klein, zeldzaam, gouden spelerspakket. Klein, maar fijn, heb ik gehoord. Borden, ja, goeie. Nou, kom op, wat leuks. Portugees, wie kan het zijn? Center mid. Ah, ja, misschien... Oh, ja, 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 dit is chill. Walkout. Wat kan het zijn? Leuke vlag. Modric. Modric, wat is de rating? Vrij hoog. 87, oké. Het blijft raar hoe hij in 2018, volgens mij, ja, gewoon de beste speler van de wereld was. Theoretisch gezien natuurlijk. Messi werd toen vijfde. Wat echt absurd was. Is het tradable? Ja. Nou, dat is chill. Voordat wij bij de SBC's uitkomen, gaan we eerst naar de objectives toe, waar nu een recordbreaker Rodrigo zit. Fijne is dat EA hem een weak foot upgrade heeft gegeven. En ik zal even zijn kaartje dadelijk laten zien met zijn stats, maar dit zijn de requirements. Is dat heel moeilijk? Valt op zich wel mee, denk ik. Ja, je hebt 13 verschillende wedstrijden voor deze en je moet 7 wedstrijden hier winnen. Je hebt er een weekje de tijd voor. Kan best een leuke kaart zijn om vooruit te spelen. Het is La Liga, het is een Braziliaan.
Ja, kun je wel gebruiken. Ik zal daar even F6 erbij pakken. We hebben Delofeu nu ook gekregen. Was al van een dag eerder. Goede kaart eigenlijk. Wat je hiervoor moet doen is dus voornamelijk even kijken. Ja, dan toch deze twee. Zijn dat de moeilijkste? Ja, kijk, wat is moeilijk? Uiteindelijk, ja, dit is de lastigste. 15 wedstrijden winnen, dat is een uitdaging. Op zich, dit kun je wel regelen met gewoon bericht sturen naar je tegenstander. Delofeu, 4-4-ster, hoog, laag, wat heel erg chill is. Pace is goed, 99 agility, super chill. Het enige is eigenlijk zijn stamina, ja, en finishing kan nog hoger. Maar op zich best een goede kaart. Hij is de linker, ja, voornamelijk gewoon met dan Serie A spelers, want Spanjaarden zijn niet echt meta, meestal. Als zo'n kaart een 3-ster refoot heeft, is het toch wel minder interessant. Nu is het zeker beter. Normaal, geen geweldige workrates, maar best goede stats. Shot power had hoger gekund. En zijn passing. Ja, op zich passing vind ik wel heel erg laag voor een buitenspeler. Maar het is een leuke kaart. En zeker wel een speler die La Liga dan nodig had. Hè? Want je hebt Porto, je hebt dan binnenkort die David Beckham. Die kaart die iedereen gaat krijgen, die is waarschijnlijk niet super. Maar Rodrigo, eigenlijk net zoals Delofeu, een kaart die ik gewoon aan kan raden aan jou om hem te halen. Nou, komen we dadelijk hierbij terug. De SBC's, want daar is vrij veel in gebeurd. Uiteraard, er komen continu van die flash SBC's uit. En ik heb zelf al heel veel van die SBC's gedaan en er pakketjes mee verdiend. Maar op het moment van opnemen, het is nu 9:15 op de vrijdagavond, heeft EA ook een soort van flash SBC gemaakt omtrent een speler. En deze kerel, het is een inkoppertje, hij is niet te stoppen. Het is Moritz Stoppelkamp. En ik ga hem niet halen. Want ik vind de requirements iets too much, zeg maar. Wel grappig als je een keer zo'n random speler een kaart geeft. Niet extreem snel, wel een geweldige longshot. Maar ja, laten we even eerlijk zijn. Hoe vaak heb jij een longshot gescoord in FIFA 21? Gebeurt bijna nooit. Dat waren meer een beetje de FIFA 12 dagen. Dat soort dingen nog echt regelmatig voorkwamen. Helaas nu niet meer echt. Ja, hij is niet slecht per se. Maar je moet er een 82 reden team voor inleveren met 80 chemistry. Ja, vind ik iets te veel van het goede. Maar op zich wel grappig toch gewoon zo'n spelertje. Trouwens, gisteren hadden we ook nog Luisito Hernandez, Juan Sebastian Verón en Dennis Bergkamp gekregen. Ik vind Bergkamp wel een leuke speler. Een hele mooie speler ook in het echt. Maar het komt erom neer dat ze eigenlijk alle drie weer gewoon te duur zijn. Ik heb laatste keer een video gemaakt waarin ik Futbin er nog bij pakte. Om echt te laten zien van joh, die spelers die zijn op de markt ongeveer even duur als de SBC. En ik kan het nu weer laten zien, ga ik niet doen. Maar het komt weer op hetzelfde neer dat Hernandez, Verón en Bergkamp op de markt even duur zijn als de SBC. En natuurlijk, je kunt een tradables inleveren, maar dan nog steeds vind ik het gewoon niet waard. Ik zou dan zeggen, spaar een beetje door en koop zo'n speler gewoon tradable. Kun je hem altijd nog verkopen. Verder hebben wij een flashback. Sergio Aguero met dat geweldige commentaar van Martin Tyler. Weet je wel, toen ze kampioen werden. In 2012 was dat tegen QPR. Ik heb die beelden echt al zo vaak gezien. Het interessante is dat Aguero de allereerste flashback speler is op FIFA die een downgrade heeft gekregen in rating, want hij is omlaag gegaan ten opzichte van zijn normale kaart. Het is een beetje gek, want in FIFA 14 was Aguero volgens mij gewoon 88 rated en het is een flashback naar FIFA 14 min of meer, alleen nu is hij 87, ja, maakt het niet zo heel veel uit. Het komt erom neer dus dat eventueel er ook een Ronaldo flashback zou kunnen komen van zijn tijd bij United op het begin, dat ze hem bijvoorbeeld een wat lagere rating geven, dat hij voor veel mensen betaalbaar wordt, het zou kunnen. Maar voor nu dus Aguero, ik ga hem denk ik niet halen. Het is wel een goede kaart, een beetje een downgrade gepakt op shooting, maar hij is eindelijk nu wel snel, Aguero. Nou, een goede dribbel en hij doet dus denken inderdaad aan die kaart op FIFA 14. Heel grappig, ik heb zelf volgens mij tijdens FIFA 14, toen was ik ook al YouTuber, heel lang geleden. En ik heb natuurlijk een beetje een herstart gemaakt. Toen heb ik een keer een player review gedaan over Aguero. Ik super cringe en allemaal, maar yo gasten, daar ben ik weer. Ik hoop dat jullie de clips een beetje vet vonden. Ik weet dat de eerste twee een beetje sweaty waren en die daarna wel ietsje beter. Dat schiet in één keer zo in me te boven, weet je wel, dat ik dat toen ook heb gedaan. Maar ik ga hem dus, wat ik zeg, waarschijnlijk niet halen, want 84 rated team, oké, maar ja, dan nog 85 rated, 86 en 87 is vrij veel, weet je wel, en het is een leuke kaart voor nu, maar hij zal toch binnen enkele weken of maanden
ja, gewoon iets meer buiten de meta vallen. Hij zal nooit echt slecht zijn, maar ja, ik denk dat er nog betere SBC's gaan komen qua prijs-kwaliteit-verhouding. Nou, ik weet niet hoe ik dit uit moet leggen. Dit is echt deze SBC. Volgens mij is er echt iemand bij EA die dan gewoon echt een hele grote fles wijn opentrekt. Gewoon hem in één keer achterover klapt en dan deze requirements bedenkt. Want dit is zo absurd gewoon. Een 83 plus dubbele upgrade. Nou ja, leuk. Sowieso leuk. Hè? Het is vrijdagavond. Misschien ben je thuisgekomen van je school of werk. En denk je van, oh lachen, ik ga een paar van die packjes doen. Dan ga je kijken naar de requirements. Dit is echt zo ontzettend raar. Iedere speler moet minimaal 82 credits zijn. En je moet ook 5 83 credits inleveren. Dus het komt erop neer. Je moet 5 83's en 5 82's inleveren. Voor dus, ja, in principe een kans op dat je gewoon 2 83's terugkrijgt. Dus stel je dat voor. 5 83's inleveren plus 5 82's. Voor eventueel gewoon 2 83's die je terugkrijgt. En zul je zien dat je een 84 krijgt. En dat het dan buurkey of zo is. En dan heb je ook, daar ben je ook niks meer opgeschoten. Ik ben veel aan het praten. Er is ook veel content. Maar ik ga het toch een beetje afsluiten nu met deze squad. Als je hier naar kijkt. Wat kan beter? Wat mij betreft is de verdediging prima. In principe die Mokiele. Oké, Kloosterman en Varaan zijn wel duur en zo. Dus je zou ze kunnen verkopen. Maar ik vind ze goed. Dus ik denk dat die verdediging blijft staan. Nou ja, natuurlijk. Hè, Kadira wil ik er altijd in hebben. Lozano vind ik ook best goed. Ansu Fati ook wel. Het zit hem voornamelijk een beetje in dat ik misschien Crespo kan verkopen. Als jij een idee hebt wat voor mij echt slim is om te doen met, wat ik zeg, 150 tot 200k. En dan eventueel nog de coins van Crespo als ik die verkoop, waar ik nog steeds een beetje over twijfel. Laat het me weten wat jij slim acht. Ik speel waarschijnlijk gewoon 4-2-3-1 of 4-4-2 in-game. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Het was allemaal niet heel erg spectaculair per se, want de packluck was niet geweldig. Ik had gehoopt op een hele zieke player pick of iets in die richting, maar viel toch een beetje tegen. Verder, ja, de content wat besproken en een beetje gekeken naar wat ik nu heb staan qua team. Ja, als jij ideeën hebt, dan je kunt ze altijd in mijn Discord server sturen. Dus check de link hier beneden in de beschrijving. Join de Discord, is super gezellig. En ja, mensen kunnen jou helpen, of kijkers, hè. Kijk, mensen, kijkers, hè. Het is de Wally Army. Die boys kunnen jou helpen met je team, met training tips geven en van alles en nog wat. Ik chill ook gewoon rond in die server, dus kom nou gewoon kijken. Zou ik zeggen, volg die Instagram pagina van de Wally Army. Ook daarvan een link in de beschrijving, komt binnenkort hele goede content op. Like de video als je het leuk vond. Ik wens jou succes in de weekend, Lik. En dan ja, mezelf eigenlijk ook, want ik heb nog veel potjes te gaan. Ik ga mijn best doen. Goed, dankjewel voor het kijken nogmaals naar deze video. En dan zie ik je de volgende keer alweer. Houdoe, hè.